Ik heb God dieper leren kennen en ik kan alleen maar zeggen, wat bent u goed. Nou, ik leid dus een vernieuwingsbeweging in een hele grote traditionele kerk hier in Nederland. Dat is een taak die ik mezelf nooit toegedacht zou hebben. Maar naast dat er ook gewoon mensen waren die zeiden van, er is een vacature, kwam ik in de boekhandel en dan kwam ik een volslagen onbekende mevrouw tegen. En die zei in één keer zo tegen mij van, ja, u moet de vernieuwingsbeweging voor de traditionele kerk gaan leiden, want God heeft u nodig. Nou, ik dacht echt dat ik omviel. Ik had zoiets nog nooit gehoord. En elke keer werd dat op verschillende manieren bevestigd. En ik ben dat dus gaan doen. En daar ben ik zo dankbaar voor, want ik verlangde er juist heel erg naar om dingen te gaan doen die God zegent. En niet zoals ik dat altijd deed, allerlei dingetjes bedenken en dan ging ik God vragen, Heer, wilt u dit alstublieft zegenen en wilt u zorgen dat het niet mislukt, hè? Zo. Maar nu merk ik gewoon dat God voor me uitgaat en dat hij alle deuren opent. En we zien opeens mensen tot geloof komen. We zien heel veel genezingen. Mensen die bevrijd worden. En hij leert mij als het ware de lessen eerst zelf. Het is heel apart. En hij liet me bepaalde bijbelteksten zien. Weten jullie wel hoe overweldigend grote krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven? En opeens begon ik te begrijpen dat die kracht nu aanwezig is. Ik merk dat hij door mijn gewone gedachten heen spreekt, dat hij soms ook bijzondere beelden geeft, dat ik de intuïtie om iets te doen, zeg maar, heel vaak toeken aan het werk van de Heilige Geest, van God zelf. Ik kreeg bijvoorbeeld wel eens een keer een woord van God bij de bakker, gewoon in mijn eigen dorp, waar wij als hervormde mensen dat helemaal niet gewend zijn, hè, in Nederland op de hart van de Bijbelbelt. En God zei, hij zit achterin, hij is eenzaam. Terwijl ik net gewoon een kopje koffie afrekende. Wat ik daar had gedronken met mijn vrouw. En mijn vrouw was net even weggegaan. En ik kijk zo om de hoek van de toonbank en ik zie een man die heel erg eenzaam is zitten. En ik dacht, nou, dat moet hem dan wel zijn. Want hij zag er zo verloren uit. En ik zei, joh, vind je het goed om als ik een bakkie met je doe, mag ik voor jou ook een kopje koffie kopen? Nou, dat vond hij wel leuk. Dus we hebben samen een kop koffie gedronken. En eigenlijk had God dat voorbereid. Want na een paar minuten al begon hij zijn levensverhaal te vertellen. Hij was zijn vrouw kwijtgeraakt. Hij was erg verdrietig toen hij daar zat. Want hij was voorheen daar altijd met zijn vrouw heen geweest. Naar die koffiecorner. En toen heb ik gevraagd, joh, mag ik voor je bidden? Want dat is dan het eerste wat ik dan doe. Ja, dat vond hij goed. En ik heb gewoon 10 minuten voor hem gebeden. En ik merkte gewoon dat de Heilige Geest toen ook echt kwam. En dat die man, zeg maar, een stuk rust ontving. En heel bijzonder was, hij was in zijn leven lang nog niet naar de kerk geweest, maar het geloof werd daar, zeg maar, geboren. En later kreeg ik een aanzichtkaart en nu gaat hij wekelijks naar een gemeenschap toe waar hij meer over Jezus hoort. Ik kan God alleen maar dankbaar zijn dat hij mij in dat leerproces heeft gezet om op een nieuwe manier discipel van hem te worden. En het enige wat ik dus moet leren is, leer luisteren naar de stem van Jezus door de Heilige Geest en doe vooral wat hij zegt.